Connectivity 2.0, hoe eenvoudig is het om te installeren? Bij aanschaf van een afzagekap die voorbereid is op Connectivity 2.0... is de module als standaard vanuit de fabriek geïnstalleerd. Bij de afzagekap is ook de module voor de koopplaat bijgeleverd. Deze module die is te installeren in de koopplaat... om de communicatie tussen koopplaat en afzagekap tot stand te brengen. De module is eenvoudig aan te sluiten onderop de kookplaat. Nadat de kookplaat is teruggeplaatst in het aardigblad, kunnen we beginnen om de communicatie tussen afzuigkap en kookplaat tot stand te brengen. Hiermee moeten we beginnen bij de afzuigkap. We houden 10 seconden de toets van de nalooptijd ingedrukt. Daarna gaat de toets 1 branden. Eén keer opdrukken. Daarna de toets van de intensiefstand, één keer aanklikken en vervolgens de toets van de verlichting. De toetsen 2 en 3 knipperen. Nu drukken we één keer op de toets van de intensiefstand. Toets 2 brandt en toets 3 knippert. De aanmelding van de afzuigkap is goed verlopen. Ik ga nu de kookplaat aanmelden. Dit doe ik door de toets aan en de toets van het slotje ingedrukt te houden. Waarna er op het bedieningspaneel PS komt te staan. Voor het programma druk ik op toets 1 en voor de status op toets 2. Het lampje 2 knippert. Op het moment dat lampje 2 continu brandt, is de communicatie tussen kookplaat en afzuigkap tot stand gebracht. Ik zet de kookplaat uit. En om te testen of connectivity 2.0 werkt, check de kookplaat weer aan. De installatie is goed verlopen. De verlichting gaat automatisch aan op het moment dat ik de kookplaat bedien.